Hi, welkom en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe haarvideo. In deze video ga ik aan je laten zien hoe je zo'n ronde föhnborstel moet gebruiken. Nou, je hebt ze vast wel eens eerder gezien, deze ronde borstels. Deze borstels zijn gemaakt om je haar mooi in model te föhnen. Maar ik zie eigenlijk heel vaak dat zo'n ronde borstel op een verkeerde manier gebruikt wordt. Als je naar een kapsalon gaat, nou, dan wordt je haar na de knipbeurt of verfbehandeling of wat voor behandeling je ook hebt gehad, wordt je haar mooi in model gefeund en er wordt vaak gebruik gemaakt van dit soort ronde borstels. Nou, dan heb je echt zo'n mooie blow-out. Je haar heeft meer volume, het glanst, het is gepolijst en ja, je punten vallen mooi. Maar hoe kun je dat dan thuis creëren? Nou, ik ga het aan je laten zien. Ik zal je er wel bij vertellen dat als je dit nog nooit geprobeerd hebt om je haar met zo'n borstel te föhnen, dat het misschien wat lastig is in het begin. Maar hey, oefening baart kunst. Op een gegeven moment zul je er gewoon wat meer handigheid in krijgen door je haar mooi te föhnen. En dan zal het ook steeds wat gemakkelijker gaan. Maar waarom gebruiken we eigenlijk dit soort ronde borstels? Nou, nummer 1. Deze borstels gebruik je om je haar mooi te polijsten. Dus heb je pluizig haar, heb je een beetje krullend haar, wat dan ook. Met deze borstels kun je door middel van het gebruik van een föhn, kun je het haar mooi glanzend en gepolijst eruit laten zien. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal. Dat kan natuurlijk ook met een steltang, maar dan is je haar gelijk heel stijl. Een steltang is over het algemeen ook een stuk warmer dan wanneer je een föhn gebruikt. Dus ja, hè? Als je een steltang gebruikt, zal je je haar iets sneller beschadigen dan het gebruik van een föhn. Ook bij het gebruik van een föhn moet je voorzichtig zijn, want je maakt gebruik van warmte op het haar. En warmte op het haar, nou ja, dat is over het algemeen niet heel erg goed voor het haar. Dus je moet ook zorgen dat je beschermende producten in je haar hebt gebruikt, goede professionele producten. En föhn het niet te vaak. Maar wat kun je dan met zo'n ronde borstel voor kapsel creëren? Nou, eigenlijk kun je dan zo'n mooie blow-out creëren. Meer volume, mooie glanzende lokken en haarpunten die mooi naar buiten of naar binnen waaieren. Het is belangrijk dat je dus een goede ronde borstel gebruikt. Ook een borstel qua dikte die echt bij je haar past. Je hebt ze echt in verschillende maten. Ze zijn er ook zelfs nog dikker dan deze. Nou, als je een dunnere borstel gebruikt, dan creëer je iets meer beweging in het haar. Je kunt er zelfs een hele zwakke krul mee maken. Gebruik je een iets dikkere borstel. Die is vooral geschikt om het haar te polijsten, iets volume te creëren bij de aanzet en de punt mooi vloeiend te laten lopen. Bij een hele dikke borstel, nou dan hou je het haar vooral wat steiler, maar kun je eventueel ook wat volume creëren. Zo'n borstel, deze dikte, die is meer geschikt voor kort haar. Dus hier moet je niet in lang haar mee aan de slag gaan, want dan heb je hele grote kans dat het in de klit raakt en dan ben je veel verder van huis. Bij mijn lengte haar zou dit nog kunnen, maar zo'n dikte borstel is eigenlijk nog wat beter. Als je echt krullen in je haar wil, ja, dan kun je beter gewoon een krultang gebruiken. Maar we gaan nu voor die mooie blow-out. Net alsof je bij de kapper vandaan komt. In deze video ga ik je dus stap voor stap laten zien hoe je met zo'n ronde borstel en een föhn je haar kunt föhnen. Laten we gauw beginnen. Nou, zoals je ziet, ziet mijn haar er niet echt gepolijst uit. Het is van een pluizige, een beetje touwerige haar. Mijn haar is van nature vrij snel poreus. Het is ook dun van draad, fijn van draad. Mijn haar is van nature niet heel stijl. Dus als ik het laat drogen, dan krijg ik dit. Nee, dat is natuurlijk niet echt een heel mooi resultaat. Nee, we willen natuurlijk van die mooie, glanzende, gezond uitziende lokken. En dat kun je creëren door het gebruik van zo'n ronde borstel. Zo'n ronde föhnborstel. Nou, die zijn er natuurlijk in verschillende maten. Het is belangrijk dat je een maat borstel uitkiest
wat past bij de lengte van je haar en ook welk resultaat je wil bereiken. Nou, mijn doel is om mijn haar mooi glanzend te maken, te polijsten en wat beweging in het haar te creëren. Een klein beetje volume hier bij de aanzet en dat ga ik met deze maat borstel doen. Hoe ga je te werk? Nou, zoals je ziet is mijn haar droog. Dat komt omdat ik het gisteravond heb gewassen. Ik heb daar de nodige producten in gedaan om het haar te preppen. Zoals een versteviging, verzorgende producten en een heat protector. Nou, dat is allemaal heel belangrijk. Sowieso een heat protector, omdat je gebruik gaat maken van warmte. En ja, warmte op het haar, daar beschadig je je haar altijd iets mee. Zeker als je, net als mij, heel fijn haar hebt wat snel poreus is, dan moet je daar juist extra voorzichtig mee zijn. Nou, en een versteviging. Je wilt natuurlijk dat je mooi gefeunde kapsel goed blijft zitten. Dus ja, een versteviging is zeker een must. En dat doe je niet alleen hier, dat doe je niet alleen in de punten. Nee, dat doe je over het gehele haar. Ik heb gebruik gemaakt van een verstevigende mousse. Je zou voor extra volume eventueel ook nog een feunversteviging voor de aanzet kunnen gebruiken. En ja, daarna is je haar eigenlijk klaar om te gaan feunen. Als je haar net gewassen hebt, dan is je haar natuurlijk kletsnat. Het beste is om je haar eerst droog te maken. En dat kun je doen, net als wat ik heb gedaan, door de avond van tevoren te wassen en de volgende dag te feunen. Je kunt het aan de lucht op laten drogen. Nou, als je wat fijner haar hebt, dan is je haar natuurlijk sneller droog dan dat je een hele dikke bos met haar hebt. Wat eigenlijk de beste oplossing is, omdat je je haar eigenlijk zo min mogelijk belast. Maar ik snap dat niet bij iedereen het haar super snel van zichzelf droogt. Dus dan kun je het met de föhn kun je het eerst droog maken. Hoe je dat doet? Je zorgt voor een goede föhn en je gaat het niet op deze manier föhnen. We willen het haar mooi glanzend polijsten. En het is niet handig om het haar dan juist in tegenovergestelde richting te föhnen. Want dan maak je het juist van tevoren nog extra pluizig. Hoe je je haar wel het beste van tevoren kunt drogen, is op deze manier. Je ziet dat het haar dan al wat rustiger opdroogt. En waarom je het haar van tevoren droog moet maken? Nou, dat maakt het hele föhnproces een stuk gemakkelijker. Als je hele natte plukken met zo'n ronde borstel nog moet gaan droogmaken, dan ben je eigenlijk heel lang bezig en dan belast je het haar echt maximaal met de warmte van de föhn. En je wil natuurlijk helemaal niet een uur bezig zijn met je haar mooi in model föhnen. Nee, soms heb je misschien ook helemaal niet zoveel tijd. Dus zorg ervoor dat je haar droog is. Dat kan eventueel ook voor 90% of 95%. Dat je het laatste stukje nog droog maakt door het gebruik van een ronde borstel. Nou, ik vind het persoonlijk altijd prettig om het gewoon lekker droog te maken. En daarna kan ik met de warmte van de föhn, kan ik het haar wat gaan omvormen. Verder naar de ronde borstel. Ik zie dus heel vaak dat dit op een hele verkeerde manier wordt gebruikt. De belangrijkste tip die je moet onthouden, dat is: blijf de borstel ronddraaien. Als de borstel in je haar zit, is het belangrijk dat je die borstel rond blijft draaien. Dat is de enigste manier waarop je het haar mooi kan polijsten. Heel veel gebruiken de borstel en die doen dit. Dus die trekken de borstel recht uit het haar. Maar het is belangrijk, zodra de borstel in het haar zit, dat je met deze hand die borstel rond blijft draaien. Op die manier zul je merken dat het haar veel mooier naar binnen gaat vallen. En daarbij is het ook belangrijk dat je de föhn op deze manier op het haar zet. Dus je blaast van boven naar beneden. Als je dat in tegenovergestelde richting doet, dan krijg je juist weer meer dat pluizige effect. Omdat je die haartjes juist de andere kant op gaat blazen, terwijl dat juist mooi gepolijst moet worden. Ik ga een plukje voordoen. En ik begin gewoon even met deze pluk om het goed te laten zien. Zorg er ook voor dat je niet al te dikke plukken oppakt.
Je zet de borstel bij de aanzet. Het haar valt er overheen. En het is belangrijk dat je het echt met de haarlijn meetrekt. Als je hem naar achter gaat trekken, dat kan ook. Maar dan kan die borstel met het haar wat sneller in de klit raken. Als je meer gevorderd bent met op deze manier je haar feunen, dan kun je dat soort trucjes wel toepassen. Maar voor nu ga ik echt laten zien hoe je met een ronde borstel je haar mooi kan feunen. Ik zet de borstel bij de aanzet. Ik pak de feun. Het is belangrijk dat je zo'n mondstuk op je feun hebt zitten. Als je dat niet hebt, dan blaast de warmte eigenlijk alle kanten op. En je wil het juist op deze pluk hebben. Ik zet ook de feun niet op de warmste stand, want dat is helemaal niet nodig. Als je minder warme stand gebruikt, op die manier kun je ook heel goed je haar in model feunen. Zoals je ziet, ziet deze pluk er al veel mooier en veel gladder uit. Wil je echt een mooie ronde punt, dan moet je de ronde borstel iets meer in het haar draaien. Dus ik draai hem van tevoren al wat meer vast. Dat doe ik ook op die ronddraaiende beweging. En dan ga ik de feun erop zetten. En dan blijf ik de borstel een beetje ronddraaien. Wil je die punt meer naar buiten gewaaierd hebben, dan zet je hem in tegenovergestelde richting. Maar dan blijf je toch nog de feun die kant op blazen in de richting waar de punten heen gaan. En dan krijg je een beetje dat waaiereffect. Wil je nu wat meer volume bij de aanzet, dan pak je een dunne pluk. En die kam je eerst met de borstel eigenlijk in tegengestelde richting. Zodat het haar omhoog komt. Want je wil natuurlijk dat er volume in komt. Dus dan moet je het haar eerst die kant op stijlen met je ronde borstel. En vervolgens creëer je hier wat meer volume. En dat doe je op deze manier. En door hier op de aanzet warmte te blazen, zorg je dat het haar meer volume krijgt. Wat je ook kunt doen voor extra stevigheid, zodra je dit warm hebt gemaakt, is om even de borstel vast te houden, zodat het kan afkoelen. En daarna zul je zien dat je volume hebt gecreëerd. Nou, dit ziet er misschien een beetje extreem uit, maar dit is wel je basis voor de volume. Daarna kun je het haar rustig op zijn plek kammen en kun je het eventueel weer wat meer opduwen. Zoals je ziet heb ik hier al wat meer volume gecreëerd. Nou, zoals je ziet, dit is natuurlijk wel een duidelijk verschil met deze pluizige kant. Het is dus belangrijk dat je die ronde borstel in je haar blijft bewegen door een draaiende beweging te maken in het haar. Daardoor polijs je het haar meer, doordat die haren mooi om die borstel heen gaan. En het is belangrijk om de feun van bovenaf op je haar te zetten. Zodat de haren niet de verkeerde kant op gaan, maar ook mooi om die borstel blijven zitten. Ik ga mijn haar even wat verder mooi in model feunen. En dan kom ik straks weer bij je terug. En dit is het eindresultaat. Nou, zoals je ziet, ziet de bovenpartij er veel voller uit. En dat voor mijn hele dunne en fijne haar. Dat is dus een voordeel van als je je haar gaat feunen met een ronde borstel. Je haar ziet er gelijk wat voller uit. Dus meer volume. Je hebt nu gewoon meer een kapsel. Ik hou er altijd van om die punten een beetje naar buiten te laten waaieren. Je kan er natuurlijk voor kiezen om alles gewoon helemaal naar binnen te feunen. Dus dan draai je de pluk gewoon alleen naar binnen toe. Als je ook de punten wat meer naar buiten wilt feunen, dan zet je hem juist op deze manier in je haar. En dan blijf je de borstel ook met een ronddraaiende beweging naar buiten toe draaien.
En dan krijg je dit effect. Nou, de lok, die hou ik wel altijd wat meer naar binnen. Ik heb hier bovenop wat meer volume gemaakt door die borstel er zo in te zetten. Draai in de bewegingen en vervolgens trek je de borstel uit het haar. Waardoor de punt rond blijft en je hier wat meer volume creëert. En dat is het. Nou, voor extra stevigheid moet je er eigenlijk toch wel wat haarlak op spuiten. Ik zou kiezen voor een haarlak die wat licht is. Dus niet zo'n haarlak waardoor je haar keihard wordt. Nee, gewoon een haarlak die je ook nog weer makkelijk door kunt kammen eventueel. Als je nu gaat beginnen met het feunen van je eigen haar. Ik kan me heel goed voorstellen dat je moeite hebt met de borstel en de feun op de juiste manier beet te pakken. Dat is ook helemaal niet raar, want dit is eigenlijk helemaal niet zo'n heel gemakkelijk klusje. Nee, om het goed te doen kan ik maar één ding zeggen, oefening baart kunst. Sowieso is dit gemakkelijker om bij iemand anders te doen dan bij jezelf. Nou, mocht het nou helemaal niet lukken, dan kun je altijd nog gebruik maken van zo'n ronde föhnborstel. Dat is dus een borstel en föhn in één. Maar wat is dan het verschil? Nou, dit gaat misschien ietsjes gemakkelijker omdat je maar één tool in je hand hebt. Bij een ronde borstel en een föhn heb je natuurlijk twee haartools in je hand. Maar föhn je je haar met een ronde borstel en een föhn, dan zit het over het algemeen, zit je kapsel wel veel steviger dan wanneer je deze ronde föhnborstel gebruikt. Dus er zijn in het föhnen van je haar ook nog verschillende opties. Maar voor deze video heb ik aan je laten zien hoe je zo'n ronde borstel moet gebruiken. En ja, dit zijn eigenlijk de trucjes waar je aan moet houden, wil je een mooi geföhnd kapsel creëren bij jezelf. Ik hoop dat ik je wat meer op weg heb kunnen helpen van hoe je met zo'n ronde borstel je haar moet föhnen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik wil je heel graag bedanken voor het kijken. Geef deze video wat liefde door een duimpje omhoog te doen. Wil je meer haartutorials zien? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik super tof vinden. En dan zie ik je heel graag weer in een nieuwe video. Be dazzled! Doeg!